Hallo allemaal en welkom op het Heilgraaf Campus Kellingstraat. Ik ben Cato en ik zit in het eerste jaar veiligheidsberoepen. Er zijn eigenlijk twee soorten in veiligheid. Veiligheidsberoepen, waar ik in zit, en dat is op TSO-niveau. En integrale veiligheid, dat is na je TSO, KSO of ASO-diploma. Ook gaat er volgend jaar een nieuwe richting van start, dat is defensie en veiligheid. Wij staan nu in de overdekte hal. Dit is een leuke plek om te zitten tijdens de pauzes. Maar voordat je pauze kan nemen, moet er natuurlijk eerst les gevolgd worden. En nu gaan we even kijk nemen in een theoretische les. Kom maar mee. De richting is eigenlijk een mix tussen theoretische en praktische vakken. En we gaan nu een kijkje nemen bij een theoretisch vak. Ik moet jullie er wel op attent maken dat er wel echt gestudeerd moet worden voor de theoretische lessen. Maar met een goede motivatie en veel interesse moet het zeker lukken. Hier komen we aan een theoretische les. Dit is een les uit communicatie, dus we gaan even een kijkje binnen nemen. Hè. Hallo, zou ik even mogen scoren? Ja, ja. Ja. Wij zijn momenteel communicatie aan het doen. Als je voor de richting veiligheid kiest, het is een best wel, het is pittig. Er zit heel veel theorie in. Ook wel genoeg praktijk, denk ik. En al de dingen die je leert, het is ook de bedoeling dat je dat kan gaan toepassen in je hopelijk professionele leven in de veiligheidssector. Maar zeker een aantal waardevolle dingen die je in je latere leven kunt meenemen. Valt de richting voor u een beetje mee? Ja, ik ben heel blij dat ik heb gekozen voor deze richting, omdat ik eigenlijk eerst niet zo goed wist wat ik zou gaan doen. En dan dacht ik dat deze eigenlijk de ideale richting zou zijn om mij voor te bereiden voor de politieproeven. En ook, ja, je ziet heel veel verschillende beroepen die aan bod komen, zoals politie, brandweer. En je hebt daar al heel veel stages bij, waardoor je al beter, ja, betere kennis verwerft daarover en eigenlijk daarvoor voorbereid wordt. De school probeert de leerlingen zo goed mogelijk op te volgen, zoals dat iedereen op tijd is en dat alle documenten in orde zijn. Op tijd komen is dan ook heel belangrijk in deze richting. Wij gaan nu een kijkje nemen op het leerlingensecretariaat. Mevrouw Kaaiers, mag ik een paar vragen stellen? Ja, absoluut. Maar. Is op tijd komen belangrijk in de richting veiligheid? In de richting veiligheid, absoluut. Ja, wij hameren er eigenlijk een beetje op dat die leerlingen zeker op tijd komen, zeker naar het werkveld toe in de toekomst. Is dat een heel belangrijk item voor de leerlingen van veiligheid. Ja, absoluut. En houden de leerlingen zich hier aan? De meeste leerlingen wel. Die doen dat heel goed. Die komen op tijd. Die zijn heel stipt. We hebben natuurlijk altijd wel zo hier en daar ene die regelmatig te laat komt. Die moeten we dan ook wel eens bij zijn calé pakken, of hoe zeggen ze dat. Om ze mee op de rails te krijgen. En meestal lukt ons dat wel met hier en daar wat trekken en sleuren. En dan komt dat ook wel in orde. Absoluut. Oké, okay. Ja. Dankjewel. Hè. Okay, dag. Wij staan nu in het OLC. Hier staan computers en laptops ter beschikking. Je kan hier bijvoorbeeld in de middag komen werken. Ook moet het zevende jaar een gip maken. Deze gip gaat over de bewaking van het galabal van de zesdejaars. Goed samenwerken is dus zeker een pluspunt. In de richting zijn er ook verschillende stages. Bijvoorbeeld voetbalsteward, festivalsbewaking en begeleiden van de zesdejaars met het fietsexamen. Ook staat er op het programma bij de Rode Duivels een voetbalwedstrijd mee observeren. Wij staan nu voor een kleedkamer. In deze richting is er 6 uur LO. Dat is bijvoorbeeld oriëntatielopen, politieparcours, zwemmen, muurklimmen en zo verder. Dus een goede conditie is wel zeer belangrijk. We gaan eens een kijkje nemen. Momenteel zijn we het vak rots en water aan het geven. Dat ben ik aan het doen. Dat is eigenlijk een vak waarin bepaalde vaardigheden die in de veiligheidssector belangrijk zijn, die ook hier ingeoefend worden. We hebben eigenlijk die vaardigheid ingeoefend op een speelse, leuke manier, zonder dat er druk is. Maar natuurlijk, als je echt als bewakingsagent ergens staat of als politieman, dan komen er heel veel emoties naar boven en is er heel veel druk eigenlijk. En dat oefenen we hier. Dus op dit moment zijn we eigenlijk de scheidsrechter aan het observeren, omdat hij beslissing moet nemen. Hij moet stevig blijven staan, hij moet rustig kunnen blijven. Er zijn allemaal vaardigheden die ook als bewakingsagent of als politieman belangrijk zijn. Ik ben de tweede woorden terug.
Ja, de richting valt wel goed mee en het is vooral leuk dat we veel dingen gaan doen. En het is heel veel variatie in de richting, dus dat maakt het wel interessant. Ja, en welk vak vind jij het leukst? Ik vind persoonlijk LO het leukste, omdat je daar heel veel in kunt sporten. En je doet heel veel verschillende sporten en dan heb je veel variatie in de sporten dat je doet. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ja, nu komen we aan het einde van onze rondleiding. Nog iets over defensie en veiligheid. Dat gaat van start op 1 september 2021. En dat is voor de vijfdejaars en de zesdejaars. Dat is een beetje gelijkaardig als het zevende jaar veiligheid, maar dan gewoon voor het vijfde en het zesde. Voor meer informatie kan u op de website van het Heilig Graf terecht. En dat is op www.heilig-graf.be, allemaal klein letter. En ook op onze sociale media. Zo, ik hoop dat jullie op deze manier meer informatie hebben over de richting veiligheid. En dan wens ik jullie nog heel veel succes.